Er worden door het viskeuringsinstituut VKI analyses gemaakt over het gebruik van rattengif de afgelopen periode in de rijstvelden te Nikeri. In het rijstdistrict werd midden december 2022 melding gemaakt van een rattenplaag binnen de rijstsector. De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, Permanent Saudien, heeft voor de aanvang van de Raad van Ministers RVM afgelopen woensdag aangegeven dat er binnenkort weer een bezoek wordt gebracht aan de landbouwgronden in het district. Ik kan u geruststellen dat er geen residuen van de rattengif is gevonden in de vis, het water of de bodem. Er zijn wel wat residuen gevonden van andere chemicaliën, maar jullie ook, je weet, de hele rijstboom gebruikt chemicaliën. Alleen de koos. Dus de, nu zijn we bezig aan te gaan van wanneer kan ik dateren die residuen welke gevonden zijn. Vorige week is een team van de universiteit en die gegaan. En zij zijn iets met een milieuonderzoek in relatie tot gebruik in Italië. Dus dat loopt ook. En er zijn voorlichtingsprogramma's waarmee we in Nigeria, of tenminste die uitgezonden worden in Nigeria, het zijn researchprogramma's. En dat gaat natuurlijk ook mee met de bewustwording van de boeren zelf. Volgens Saudien is er een strak programma op touw gezet door een samengestelde commissie tijdens de periode van de rattenplaag. Samen met de boeren is er gewerkt aan een oplossing voor dit probleem. Het veiligstellen van de landbouwgewassen en de gronden is door het ministerie vooropgesteld. De rattenplaag is onder controle, bevestigt de minister. De berichten binnenkwamen over de rattenplaag. Zijn we onmiddellijk in het werk en gegaan in de kliniek. Ten eerste is de commissie samengesteld met diverse sanitaten. En die hebben heel thuis gemaakt. Ten tweede, we moesten onmiddellijk wat acties ondernemen. Verder vind ik ook de juiste rattengif werd opgestuurd van de boeren, welke er versterkt is. Je ziet nu dat de plaag langzaam aan het terug gaat, maar de boeren hebben voor die wel schade geleden.